De centrale vraag is eigenlijk vandaag, hoe stimuleer je ondernemerschap? Ik geef graag het woord aan de minister van Economische Zaken, Henk Kamp. Ik weet ook heel goed dat MKB'ers, dat die geconfronteerd worden met zorgen, met successen en dat dat elkaar ook afwisselt. En ik reken er dan ook op dat u ons gewoon vertelt waar u mee geconfronteerd wordt. Wij komen uit de krimp en wij zijn dan de ondernemers die kansen zien en die weten te benutten. Ik pleit er dan ook voor dat we die boompjes koesteren, dat we zorgen dat ze vrucht gaan dragen. En als ze vrucht dragen, willen ze dan niet gaan belasten met regeldruk en met wetgeving, maar dat we ze oogsten. Zo bouw je volgens mij een gezonde economie. Dus een ambtenaar gaat met een ondernemer praten over internationaal ondernemen. Wat klopt er niet op deze foto? De ondernemers die de overheid probeert te helpen, of de ondernemers die de hulp zoeken van de overheid, eigenlijk maar voor de helft worden geholpen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Jet Bussemaker. U heeft de minister Kamp vandaag al horen zeggen. Het MKB is verantwoordelijk voor 60% van de banen in Nederland. En, zeg ik daarbij, het MBO is uw belangrijkste toeleverancier. Het is onze missie om bij te dragen aan een goed milieu om in te leven, werken, leren en beleven. Maar het kan toch niet zijn dat onze kinderen, de toekomst van Nederland, in de omgeving moeten leren en werken die hen daarin belemmert. Ik loop er zelf tegenaan met mijn personeelsleden, maar ook zelf dat ik in China te snel ga. In Japan ben ik te direct. In Duitsland ben ik te informeel. Mijn vraag is, hoe vergroten we het inlevingsvermogen in andere culturen? De voorzitter van MKB Nederland, Michael van Stralen. We moeten vechten om die regelmanie, om dat woud aan regels weg te krijgen. Wij willen graag stabiel beleid. Ondernemen is wel het mooiste wat er is. De risico's voor ondernemers zijn eigenlijk onevenredig groot. Ondernemerschap is absoluut de kurk waar Nederland op drijft.